Het is net Golda's laatste scène hebben gedraaid. De ster van onze film. Die staat erop. Deze ster bedoel je? Nee, deze. Oh, deze. Deze grote ster. Deze grote ster. Die en die gaat nu Halloween feestje. Echt waar, een Halloween feestje? Ja. En hoe heeft ze het gedaan? Vind je? Super. En hoe vind je het zelf? Wat hebben jullie vandaag gedraaid dan? Want jullie zijn de laatste draaidag ook aan het draaien, of niet? Ja. Waar zijn we überhaupt hier? Amstelveen. Amstelveen. Deep down and dirty Amstelveen. We hebben net in een supermarkt gedraaid. Oké. Okay. We hebben net dat de akker. Op een akker? Aardappels rapen. Ja. Dat zo weer. En we gaan net naar... Zo direct gaan we naar de hakkelaar. En wat is de hakkelaar dan? Ja, ik weet wat het is, maar wat gaat er gebeuren? Opnieuw prostitueren. Je gaat je... En hoe is dat? Dat wordt niet leuk. Nee? Wie weet. Want? Want, dat weet ik niet. Dank je wel. Nee, ik doe het voor haar. Je doet het voor haar? Ja. Oké. Okay. En wat is de scène vanavond? De scène vanavond is dat ik een of andere klant Jeroen ga oppikken. Ja? En dan... En heb je die al ontmoet, die acteur die Jeroen speelt, of niet? Of die heeft Martijn die voor jou uitgezocht? Ja, en daarvoor hebben we wel minimaal 8 acteurs, heb ik... gevraagd. En eindelijk heb ik eentje bereidwillig. Maar die hebben allemaal auditie gedaan dan? Mike Reus, Mike the Giant. Ja, Mike Reus, ja. Die gaat spelen. En ken je Mike? Nee, ik ken Mike niet. Oké. Okay. Ik zag hem gisteren in de Heineken-ontvoering. Was het een goede man, was het? Ja, toch? Hij zit bij Nationaal Toneel. Daarvan heb ik hem ooit een keer gezien. Ja. Oké. Okay. Maar is dat nou echt iemand voor haar dan? Ja, voor haar, weet ik niet. Ik wilde een Hollandse jongen. En jullie gaan niet repeteren? Of wel? Wordt er veel gerepeteerd op de scène eigenlijk? Valt mee. Valt mee. Werd er veel gerepeteerd? Nee. Helemaal niet? Lekker vers. Oké. Okay. Goed. Nou, dan wens ik jullie... En wat is dan straks de laatste scène dan? Van de laatste scènes bij jou zijn altijd beroemd, heb ik gehoord. Nee, dat is deze scène. Nee, dat is de allerlaatste. Afgebeuld, ja, oké. Okay. Precies, maar dat is... Wat zeg je nou? Je gaat als een... Ik ga helemaal kapot door het bos. Oké. Okay. Ze krijgt uiteindelijk niet, wordt ze niet betaald. Nee. Ja. En dan wordt ze minimaal in elkaar gemapt. Ja. En dan moet ze terug naar huis. En eigenlijk... Is dat het moment, zeg maar de volgende dag gaan we hier, in deze prachtige dorp in Amstelveen. Oké. Okay. Dus als je het verhaal samenvat in 2 regels, dan is het? Spettend. Nee? Kun je het samenvatten? Nee. Het hele verhaal, ik vind het gewoon dramatisch. Elena is een vrouw die op de vrucht slaat, prostituee. Ja. En die noodgedwongen met een Turks meisje opgescheept raakt. Ja. En die daarvoor moet gaan zorgen. Okay. Zo doen we met z'n tweeën door Nederland te dwalen. En hoe plaats je dit in jouw oeuvre? Vrouw is hier het element. En voorheen was het altijd man. Oké, okay, dus dit is je eerste vrouwenfilm, zeg maar? Ja, nou ja, waarbij de hoofdpersoon een vrouw is. Oké. Okay. En hoe zou je Martijn als regisseur omschrijven? Oké, okay, goed. Het is de laatste dag, dus veel plezier allemaal. Dank je. Doei.